Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe verhuisvlog. Vandaag heb ik voor jullie de eerste house tour, hoe het nu is. Ik heb niks opgeruimd ofzo, dus jullie gaan de real deal zien. Maar ik vind dat ook het meest eerlijke. En dit is toch niet de officiële house tour, want er gaan nog redelijk wat dingen veranderen en dingen nieuw komen. Maar ik wou toch al dit met jullie delen, dus let's go. Oké, hier komen we binnen op de welkomstmat en de deur is achter mij. Hier staan onze schoenen. Inkomkastje en een mooie foto die we van Amber en Nicky hebben gekregen. En Celine heeft de foto gemaakt. Dan is dit de gang. Hier is dus de bureau, printer, kastje, maatje voor de katjes. Hier hebben we een chill hoekje. Een spiegel voor als we de deur uitgaan, kunnen we ons nog even checken. Mand met kussens en hier hangen onze jassen. Dan hebben we hier nog een spiegel. Deze. Hey. Hier is het toilet van onder. Het licht aan doen. Ziet er zo uit. Ja, het is natuurlijk gewoon een wc, maar toch. Hey. En we hebben ons toiletpapier zo. In een gouden mandje. En dat is ideaal, want je kunt dat zo eruit trekken. En dat idee hebben we van Niels en mama. Hier hebben we dan een muffin. Bewoner van dit huis. Hè? Woont jij hier? Ja, hè? En dan komen we hier de living binnen. Hier hebben we krabpaal. Velen die vroegen van waar komt deze krabpaal? Deze is van Zooplus of Zooplus. Dus dat is die. Dan hebben we de tv en ons tv-meubel. We hebben bij Meubis een ander tv-meubel besteld, want dit is zo net, even groot net als de tv. En we willen een groter tv-meubel. En dat komt binnen 10 weken, denk ik. Dan is hier de zetel. We hebben gisteren filmavondje gedaan, dus de zetel is uitgetrokken. Er komt ook nog een nieuwe zetel, een grotere zetel, omdat Niels graag een grotere zetel wilt. Ons salontafeltje is van Maison du Monde. Dat is wel een buitencollectie, dus dat is eigenlijk voor buiten. Dan hebben we onder de trap een mandje met de kattenspulletjes. En een mand met tekentjes. De andere kant ziet er zo uit. Nog een mooie foto die Celine heeft gemaakt. En dan is dit een overview. Als jullie vragen hebben over van waar iets komt, dan mogen jullie het altijd laten weten. Die lantaarns krijg ik ook wel veel vragen over. Die zijn van de Casa. En die stoel hebben er ook al veel gevraagd, maar die is van vorig jaar van Carrefour, van hun buitenmeubelcollectie. Dus dat is eigenlijk een buitenstoel, maar nobody sees that. Hè. Dan hebben we hier de keuken. En de eettafel waar ik volop aan het werken ben. Dit ziet er zo uit hier. We hebben dit rek verplaatst met het barkarretje. Omdat iemand had dat gezegd in een vorige video in de YouTube comments dat dat waarschijnlijk ook wel mooi ging zijn. En we vinden dat inderdaad wel mooier. Dus thanks aan die persoon. Dan hebben we ons barkarretje met wat zomerse foto's aangezien het zomer is. De eettafel. Hier was ik aan het werk en ik heb net nog een poster van de Senio aangekregen. Zo, hier is Milky. Deze krabpaal komt ook van Zooplus. En dan hebben we hier de keuken. Ik heb net middageten gemaakt, dus ik had spek gebakken. En het afwasmachine is aan het draaien. Zo ziet de keuken eruit. Dan wandelen we hier naar de berging. Ik zal even het licht aan doen. De berging, ja, spreekt voor zich. Dat is een berging met opbergruimte, maar ook de katten hun eten. Het wasmachine, extra frigo, diepvriezer en de kattenbak. En we hebben ook zo'n pompenbakje. En dan hebben we hier de garage, wat ook voor zich spreekt.
Er staan nog een paar spullen, nog winterkleren van mij, grasmachine, deze stoelen. Wat ik niet weet wat ik daarmee ga doen. Ik denk verkopen, want we hebben die niet meer nodig. De kerstboom. Nog een stoel van Niels en mama. Mijn schoenen. En vuilbakken. Dus dat spreekt eigenlijk ja, voor zich. Dat is niet echt veel interessants aan. Dan zal ik ook even buiten laten zien. Ik zal het zo laten zien. Hier is niet meer veel veranderd. Ons gras is wat groener. We hebben deze tafel en stoelen van Floralux. En over onze lounge set komen ook altijd veel vragen. En die is van Paco Meubelen. Behalve die stoel, die is ook van de Casa. En daarbij zijn tafeltjes ook van de Casa. Dus dat is onze tuin. Dan gaan we naar boven. Hey Muf. Al onze matten komen trouwens van Benuta. Dus dan weten jullie dat ook. Let's go upstairs. En dan hebben we hier het gangetje van boven. Niks speciaal. Aan de rechterkant hebben we de logeerkamer. Die is ook niet meer echt veranderd. Het enige is dat het bed meer aangekleed is, maar voor de rest is die nog hetzelfde. Dan hebben we hier naast de rommelkamer. En ja, zoals je kunt zien, rommel. Er is niet veel aan te zien. Dan hebben we hier de badkamer. Dus hier is onze badkamer. Er is ook niet echt heel veel aan veranderd. Niet meer, denk ik. Dus zo ziet dat eruit. En dan hier hangen nog kleren. Dus ook ja, simpel. En hier hebben we het toilet. Ja, spreekt ook voor zich. Dat is een toilet. Hier hebben we trouwens ook zo'n mandje met wc-papieren. En die haken waar we dan mee ophangen, dat zijn zo, hoe noemt dat? Ik kom er niet op. Dat moet je zo met een beetje speeksel doen. Maar ik kom er niet op, maar jullie weten wel wat ik bedoel. En die zijn van de IKEA. Dan hebben we hiernaast de dressing. Die is momenteel een beetje een rommeltje. Want ik heb een haul gefilmd voor jullie. Die is normaal vorige week online gekomen. En dan is dit voorlopig onze dressing. We willen hier wel inbouwkasten en zo maken. Maar dat zal voor binnenkort zijn. Niels zijn kant. En dit is mijn kant. En al mijn winterkleren die zitten nog onder in de garage. En dit is het uitzicht van ons, van onze dressing. Dit is onze tuin. Dit middenste. Dus ja. Dan gaan we door naar onze slaapkamer. Hé, Muffin, zijn jullie aan het vallen? Ja? Hier is de slaapkamer van Niels en van mij. Die ziet er zo uit. Hier hebben we een spiegel. Hey. Planten, kaders, beetje aankleding. Het bed. Dat er zo uitziet. Ook mijn bed is van Meubis, want dat vragen jullie ook nog vaak. Dan ziet deze kant er zo uit. Voilà, de tv. Ja, niet veel. Er staat niet super veel, maar ja, dient ook maar om te slapen en soms tv te kijken. En dan hebben we nog de zolder. Dan gaan we hier naartoe. Muffin gaat mij sowieso volgen naar de zolder. Daar ben ik zeker van. En dan is dit de zolder, a.k.a. Man Cave van Niels. Dus hier staat een fiets die Niels heeft opgemaakt. Hangen dingetjes van Niels. Deze mat is van mijn oma en opa. I love it. Mijn papa heeft die helemaal gewassen. En die ligt hier. Ik vind dat echt zo vet. Dat past echt zo chic bij die zetel. Hier moet alleen nog een beetje meer planten komen. Wel nep. Want we komen hier niet super vaak hierboven. Dus dan denk ik wel dat het echt zo wat urban jungle is als we hier nog wat plantjes extra bij zetten. En dan hier staan nog wat valiezen, een kastje
workout spulletjes. En hier is ons workout stukje. Dus ja, that's it. Zo, dat is de voorlopige huistour. Ik heb het zo echt mogelijk laten zien. Dat jullie er een beter beeld van hebben hoe het er nu uitziet. Er zijn sowieso nog dingen die we willen veranderen of dingen die we moeten doen. Zoals hier moet nog een lamp. En zo'n kleine dingetjes allemaal. Maar dat komt allemaal wel. We wonen hier goed. We hebben alles wat we nodig hebben. Dus dat zijn zo wat kleine dingetjes die we na verloop van tijd gaan doen. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer.